Jesse van Nieuwkerk, ja, 3-0 verliezen van Spakenburg. Ik heb gezegd, voetbal is niet altijd gerechtigheid. En daarom wil ik eigenlijk met jou terug naar de 13e minuut. Ik dacht, een loepzuivere strafschop. Jij was erbij betrokken. Wat gebeurde er? Volgens mij een schot en die keeper laat hem los. En eigenlijk op het moment dat ik er naartoe wil stappen en eigenlijk ga sprinten, tilt hij me eigenlijk op. Waardoor ik eigenlijk gewoon helemaal niks meer kan. En ja, daardoor leek het te denken een beetje klungelig uit te zien. Maar hij pakte me gewoon om mijn middel, waardoor ik gewoon geen kant meer op kon. En ik dacht, toen hij floot, dat we een penalty zouden krijgen. Denk net als iedereen. En toen gaf hij een hoekschop gaf hij? Ja, een corner uiteindelijk. Wat heb jij gezegd nog tegen de scheidsrechter? Ja, niet zoveel. Volgens mij was het zijn laatste wedstrijd, dus we gaan het zien. Ja, nou, een bijzonder afscheid voor scheidsrechter Ritmeester. Even over de wedstrijd. Die 2-0 voor Spakenburg, die viel eigenlijk op het moment dat ik dacht, Quick Boys gaat nu die gelijkmaker maken, want daar hadden jullie zo recht op. Hoe voelde dat in het veld? Ja, ik denk als je de eerste helft ook kijkt, we hebben denk ik één counter wat ze spelen waar eigenlijk miscommunicatie is. Ja, die spelen ze goed uit. Voor de rest hebben we de eerste helft met voorzetten die er net niet goed vielen of dat de keeper hem elke keer pakt. De tweede helft denk ik eigenlijk hetzelfde, bal op de lat. De keeper pakt nog een keer de bal goed toen hij uitkwam op Jordi. Ja, en dan krijgen we een corner tegen en dan werd volgens mij die gozer die blokte hem. En hij kan vrij inkoppen, 2-0. Ja, dat is helaas. Het is zo'n wedstrijd waarin het eigenlijk steeds net niet is. Voel je dat dan ook in het veld? Denk je van, ja, wij spelen dan een verloren wedstrijd, ook bij die 1-0 achterstand toen het in mijn ogen nog kon? Nee, ik denk dat we, dat we voorin ook niet helemaal lekker in de wedstrijd zaten. Ze gooiden het de eerste helft, de tweede helft gewoon met twee blokken van vier gooiden ze het helemaal dicht. Ja, dan moet hij gewoon een keer met zo'n voorzet goed vallen. En dan, keept die keeper ook gewoon een fantastische wedstrijd. Die pakt een paar ballen die hij misschien volgende week niet pakt. En ja, dat is dan heel jammer voor ons. Want ik denk dat we heel dicht bij de 1-1 waren. En ja, dan met een corner krijg je de 2-0 om je oren. En dan denk ik dat je daarna alles op alles gaat spelen. En dan volgens mij bij die lange bal werd hij doorgekopt. En die spits die vertrekt iets eerder en die kan de derde erin schieten. Van tevoren was er veel te doen over deze wedstrijd. Hè? Quick Boys Spakenburg, eindelijk weer eens een echte amateurwedstrijd die je op zaterdagmiddag wil spelen. Hoe was het om zo'n wedstrijd te spelen weer? Ja, de opkomst is met de opkomst is fantastisch. Allebei de supporters hebben hun best gedaan met de opkomst. En tijdens de wedstrijd ook was een goede sfeer. En ja, dan is het heel erg jammer dat we met 3-0 verliezen. Eigenlijk geven we misschien vier kansen, weg en ze scoren er drie. Dat is een lesje effectiviteit. Ja, dat kunnen we wel concluderen. En ik denk dat we een beetje naïef zijn geweest af en toe in het verdedigen. We geven natuurlijk veel ruimtes weg als we zo aanvallen met de backs heel hoog weg. Ja, dan moet je gewoon achterin meedogenloos zijn.